Welkom bij de 4.3 Biocast Transport bij Cellen. Een hele langzame waar een paar belangrijke principes uit de biologie besproken worden. Hier in 79b van Bina zie je een stukje van een celmembraan. Een celmembraan bestaat uit fosfolipiden en daarin zweven wat eiwitten. Je ziet er cholesterolmoleculen. En aan die eiwitten zitten ook nog wat koolhydraatketens, waardoor het glycoproteïnen worden. We gaan die laag even wat beter bekijken, want die bestaat uit fosfolipiden. En een fosfolipide bestaat uit een lipide, een vetzuurdeel, en een fosfordeel. Het vetzuurdeel is hydrofoob, dus zal als het de kans heeft zich afkeren van het water. En het hydrofiele gedeelte, de fosfaatkop, die zal zich juist naar het water toe bewegen. En dat zorgt ervoor dat die vetzuurstaten naar elkaar toe zitten en de fosfaatkoppen die aan de buitenkant zitten. Schematisch kom je fosfolipiden op deze manier weergegeven tegen. En hier zie je ze zitten, twee lagen. En die zorgen dat er een buitenkant aan de cel is. En de glycoproteïnen zorgen ervoor dat er moleculen kunnen aanhechten, dat cellen herkend worden als lichaam eigen of lichaam vreemd. Ik wil het hebben over diffusie. Dat een gas of een vloeistof zich door de ruimte zal bewegen, willekeurig, volgens de concentratiegradiënt. Dus van een hoge naar een lage concentratie. In deze bak water is een stof gebracht. Bijvoorbeeld suiker in een glas water. Wat er zal gaan gebeuren is dat de suikermoleculen zich gaan verspreiden over het water volgens hun concentratiegradiënt. Totdat er een equilibrium is. En dat betekent dat er overal evenveel suikermoleculen zijn die zich willekeurig door de ruimte bewegen. Dat betekent dat een cel, die zie je hier weergegeven, als die in een oplossing is, dan kan die cel maar net zoveel stoffen van de omgeving in zich hebben als er in de omgeving zijn. Hij kan niet extra stoffen opnemen. Bijvoorbeeld voedingsstoffen die hij wil hebben, kan hij niet zorgen dat hij die opslaat in de cel. Want dan zouden ze door de diffusie weer naar buiten gaan. Omgekeerd, hij kan dus ook niet zorgen dat giftige stoffen buiten blijven. Daarom is het handig dat er een selectief permeabel membraan is. Maar eerst nog even naar diffusie. Deze bolletjes bewegen zich willekeurig door de ruimte. Ze zijn in equilibrium. Hier zie je een glas met broom en daarbovenop wordt een glas met lucht gezet. Hier zie je diffusie in werking. De luchtmoleculen zullen zich van boven naar beneden volgens hun concentratiegradiënt gaan bewegen en de broommoleculen juist andersom van beneden naar boven, totdat er een vrij gelijk mengsel is. Diffusie. Hier zie je het in een animatie weergegeven. Moleculen gaan alle kanten op, maar er is een netto verplaatsing volgens de concentratiegradiënt. En op deze manier, via diffusie, komen cellen aan zuurstof. Kleine en ongeladen deeltjes kunnen via diffusie door een celmembraan gaan, volgens hun concentratiegradiënt. Als er geen concentratieverschil meer is, stopt het proces. Er is dan equilibrium ontstaan. Zuurstof en koolstofdioxide komen op deze manier binnen een cel. Koolstofdioxide gaat meestal van binnen naar buiten, omdat in cellen nu eenmaal verbranding plaatsvindt waar koolstofdioxide ontstaat. In je boek zie je hier diffusie weergegeven. Wanneer je geladen deeltjes hebt, bijvoorbeeld kalium, dan kunnen die niet zomaar door het celmembraan heen. Daarvoor is een eiwit nodig, een eiwitkanaal in dit geval, waardoor
de geladen deeltjes, de kaliumionen, door het celmembraan kunnen worden getransporteerd. Hier zie je het omgekeerde van buiten naar binnen met een natriumion, ook een geladen deel dat via zo'n kanaal naar binnen komt. Het kan ook nog wat ingewikkelder, dan praat je over een poort. Een poort kan open en dicht. Wanneer er een signaalstof is, zoals hier, dan bindt die aan de poort. De poort gaat open en de natriumionen kunnen zo naar binnen. Ook volgens hun concentratiegradiënt. Het kost dus geen energie, het gaat vanzelf van een hoge naar een lage concentratie tot er een equilibrium bereikt is. Een andere vorm, en dat is via een eiwitpomp. En een eiwitpomp kan van vorm veranderen. Dat van vorm veranderen kost ATP. En dat zorgt ervoor dat er wel een concentratiegradiënt kan worden opgebouwd. Hier zie je de bekendste pomp, de natrium-kaliumpomp. ATP komt aan. De energie die vrijkomt bij het afsplitsen van die fosfaatgroep zorgt voor een conformatieverandering van het eiwit. En aan de buitenkant van de cel gaat het eiwitpomp gaat open en de natrium gaat eruit. Kalium kan binden, verandert weer van vorm en kalium wordt naar binnen getransporteerd, de cel in. En je krijgt daardoor een concentratiegradiënt van natrium, veel buiten de cel en weinig binnen, en kalium precies andersom. Dit kost ATP. Dit kost de cel dus energie om dit concentratiegradiënt op te bouwen. De natrium-kaliumpomp zie je hier weergegeven in je boek. De energie komt van 67 L van ATP. Links zie je een ATP-molecuul. Let ook even op dat gele sterretje, die zal je veel tegenkomen in binas. Adenosine trifosfaat. De drie fosfaatgroepen en de derde groep kan met behulp van water worden afgesplitst, hydrolyse, waardoor er energie vrijkomt. En die energie kan in een cel gebruikt worden om werk te verrichten. Dan glucose komt via een eiwitkanaal binnen de cel binnen. Maar er is wat bijzonders aan de hand. Hij kan dat niet alleen doen. Hij heeft daarvoor een natrium nodig die ook tegelijkertijd naar binnen gaat. En dan pas wordt een glucosemolecuul getransporteerd van buiten naar binnen. The large concentration gradient of sodium ion is used to bring glucose into the cell against its concentration gradient. En dit kost dus energie, weliswaar indirect. En dit is een simpoort. Je kan ook een antipoort hebben. Dan gaat de stof waar het concentratiegradiënt mee is opgebouwd de ene kant op en de stof waar het over gaat de andere kant op. Dit is een simpoort en dit zie je hier in je boek. Water kan ook door een celmembraan, door speciale waterkanalen. Hier zie je de watermoleculen naar binnen gaan. En dit is het principe van osmose. Want je ziet dat er een concentratiegradiënt is. Maar het water gaat hier tegen de concentratiegradiënt in en dat heeft te maken met de opgeloste stoffen die in de cel zitten. Hier zie je de blauwe bolletjes, veel buiten de cel en dan gaat er water uit de cel door deze waterkanalen.